Energie is natuurlijk het duurste wat we hebben. Echt gewoon van naast de hypotheek is gewoon wat je dagelijks eruit stort. Ik heb ontdekt dat ik op zo'n winterdag 30 tot 40 euro gas de lucht uitstuur en elektriciteit. Dus je moet eerst weten wat je gebruikt. Nou, dat is zeg maar, dan moet je in de meterkast, moet je eventjes iets ophangen. Ik heb dus de e-manager geïnstalleerd en dat is één zo'n klein kastje. En dat heeft een plakketje op de gasmeter en een plakketje op de elektriciteitsmeter. En daarna krijg je gewoon grafieken hoeveel gas en hoeveel elektriciteit je gebruikt. En dan weet je. En dan wees ik bijvoorbeeld dat ik 7000 kubieke meter gebruik. En dat is ongeveer 4000 euro per jaar aan gas. En ten tweede moet je dan slimme dingen gaan doen. En dat is dat je bijvoorbeeld een thermostaat ophangt die slim is. Een thermostaat is ook het meest... is niet veranderd in de afgelopen jaren. Maar dit ding heb ik dus opgehangen. Dit is een Essence. Kost ongeveer 150 euro. En wat heb je dan? Dan kun je dat ding, dat kun je op je telefoon, kun je precies zien hoeveel die staat. Ik heb nu tegenwoordig dat ik het huis op 12 graden zet. Maar als voordat ik naar huis ga, een half uur van tevoren, zet ik hem aan. En dan kan ik hier gewoon op plussen. Dan zeg ik hem hop, zet hem op 18. En dan zie je ook dat dit schermpje gaat ook gewoon naar 18 toe. Dus je kunt gewoon afstand, kun je huis heter en kouder laten worden. Nou, en ten tweede kun je ook uitvinden van, hé, waarom gebruik ik nou zo'n belachelijke hoeveelheid gas? Gisteren heb ik 30 euro gebruikt. Dat was voordat het koud werd. Nou, en dan kom je erachter dat bijvoorbeeld, als je iets simpels doet, als je weet dat warmte omhoog gaat. Wij wonen hier in de keuken en de huiskamer. Maar hier is een trapgat. Nou, hier gaat al die warme lucht als een tornado gaat omhoog. En we hebben dus een gordijntje opgehangen en dat scheelde dus gewoon 30% aan gas. Eén zo'n klein stom gordijntje.